surfing their birth! Omdat ik stil was. We're playing surfing their birth! We're spilling their birth, hurt her! And their birth, her! Spilling dark the furthers! Hebben we die al gedaan? In this shirt! Superman Bird! Light World. Glitch World! Het smelt leuk! Etenstijd. Wil jij ook een lekker hapje eten? SMS. Hapje eten naar 2255. En eet met de lekkerste dames. Oh my god, hoor! Wee! SMS! SMS! Nummer! Naar 2255. En ik krijg een lekker potje. Urten Super! Voor 5 euro. Spreek daar uit. Lekker potje urten! Urtensup! Wee! What? Sorry, ouders van Ricardo, het spijt me. Ouders van Ricardo, als jullie dit horen, ik doe dit voor mijn lol. Ik doe dit om jullie zoon te entertainen. En als het even fout gaat, dan zeg je van... En als jullie dat dit goed vinden, dan vinden jullie dat maar niet goed. Als jullie erover willen praten... Bel dan mijn psychiater maar op 0900. Hij heeft hard hulp nodig. Denk ik. Wow, kut. Focus. Oei. Ja, precies. Eigenlijk zou je elke keer als je dood gaat gewoon een groente moeten zeggen. Van al die groentes die je opzegt moet je een recept gaan maken. Jullie moeten een keer naar 12 komen kijken, dan is het leuk. Dan is het gezellig. Helemaal als ze van die reclames gaan maken worden. Ja, eigen reclames. 0906. Bel gezellig met Jess. 0906, bel gezellig met Jess. 0704. Een hele avond vol plezier. Oh, op een dag, hè, dan wordt dit gewoon gereport aan de politie. Het nummer... Eigenlijk zou je gewoon mijn eigen mobiele nummer moeten bellen en dan doe ik wel eens reclame. 0906, lekker gamen met Jess. Pak mijn joystick en geef ik je les. Druk op mijn knopjes. Druk op mijn knopjes. Ga hard heen en weer. Laat hem niet doodgaan, want dat doet zo'n zeer. Hoppakee, we gaan gewoon lekker naar Jill. Jill hier, Jill for win. Jo. X.
Nou, het was gisteren. Vannacht was het nog erger, want er stond de cam erbij aan. Ik zal hem wel uploaden. Ik zal hem uploaden zodat jullie er nog van kunnen genieten, als jullie vervelen ofzo. Ik weet niet of het goed is. Als het niet goed is, dan doe ik het niet. Want vannacht ging het op een keer ging het gewoon te ver. Oh, die cursing combo. Ik heb je nog eentje beloofd, hè? Als ringtone. Die krijg je nog van me. Die krijg je nog. Die heb je te goed. Ermengarde Bundert! Ermengarde! Oh. Weet je wat nou het mooie is van zo streamen? Na 2 uur zo jezelf uitleven, dan slaap je echt goed. Dat is echt top. Oeh, was dat daar? Oh, met iets hoger. Ermengarde Warpzone. Oh, nog eentje erbij. Top. Top, top, top. Gaat lekker. Wat partij gefaald hier. Maar maakt niet uit. Het komt goed parkeer. Komt het goed. Jee, Overlord. Veel plezier met Overlord, Ricardo. Ik hoop dat je er plezier van gaat hebben. Ermengarde Warpzone! Seizure alert. Sorry voor mensen die epilepsie hebben. Spijt me zeer. Moet ik jullie toch vragen om even niet te kijken. Ik heb geen zin dat onze kijkers liggen te spassen op de stoel. Ja, echt hè? Ik vind jullie allemaal aardig en top. Maar ik gun jullie weer geen epileptische aanval. Dus het is gewoon een... Ik maak me gewoon zorgen om jullie. Ik moet toch ook... Kan je wel zo hyper en raar zitten doen. Achter een cam. Waar niemand je kan zien. Ja, ik weet het. Epileptische aanvallen zijn echt heel naar.
Shake it, baby. Ah, nee, dan mag je natuurlijk niet zeggen, dat is te meer spotten. Op zich, heel veel dingen zijn bizar om te zien. En nog wel het meest gore wat ik ooit gezien heb. Ik denk dat het zo'n vijf of zes jaar geleden is of zo. Weet ik niet, Ricardo. Er is alleen een flashversie op Newgrounds. De demo, de prototype. Maar in ieder geval, ik denk dat het 5-6 jaar geleden is of zo. En mijn zus die ging zeg maar, die had een krantenwijkje, of een folderwijk. En die had zo enorm veel. En dat ik af en toe moest helpen. En toen op een dag kwam ik langs een langs een boerderij en het waaide best wel hard en ik zag dat zeg maar in de verte al zag ik dat er iets lag met een doek eroverheen. Ik weet niet of jullie het kennen. Ik ken soms als er bij een boerderij bijvoorbeeld een dier dood gaat, leggen ze hem aan de weg zodat kan worden opgehaald. Je komt zeg maar met Schalkwijk en Schalkwijk had je een deel dat was een heel klein deel met woonwijken. En gewoon een deel met, ja, ik moet zeggen, gewoon woonwijken, een paar losstaande huizen en heel veel boerderijen. Ik woon dus echt weer in de woonwijk, als een van de enigste ook uit mijn klas. Ik ben, het gaat echt heel raar klinken, ik ben gepest omdat ik niet op een boerderij woonde, omdat ik niet wist wat tractors waren. Het interesseerde me ook niet eens. Kun je iets lekker trekken kieken? Nee. Nope. Zij speelde lekker met tractors en met koeien en ik was lekker Zelda aan het spelen. Ja, precies. Dat is mijn childhood in een nutshell. Ja, precies. En Emiel, maar 5 warpzones geven een extra karakter. Elke wereld op 1 speciale warpzone, waarbij je een nieuwe karakter krijgt. Bijvoorbeeld, je hebt de ene van de kit in 5.5. Die zijn ook helemaal.